Vandaag zijn we in Ermelo, is de afronding Centraal Onderzoek 2014. En dat doen twee hengsten examen en het lijken twee zeer aansprekende hengsten. Dan komen we bij de hengst Jester van de Mierdwaai en die is nu ingeschreven onder de naam Jouwe 485. Dat is een hengst die tijdens de instructiedagen ook positief opviel. Had de pech dat hij bij de aanlevering met centraal onderzoek niet helemaal rad was. En dan worden ze klinisch gekeurd en dan wordt het besloten of hij wel of niet kan instromen in het centraal onderzoek. Kon op dat moment niet. Dus de hengst moest 14 dagen wachten, mocht weer aangeboden worden. En toen was alles oké en kon hij het onderzoek starten. Dat hield wel in dat hij iets later een examen heeft gedaan in het zadelgedeelte, omdat hij iets minder tijd had, omdat hij later is ingetroomd. Maar dat heeft hij ook positief gedaan, kreeg erin 79 punten. Toen mocht deze hengst ook door naar het men- en tuiggedeelte. En vooral bij deze hengst viel ook op dat hij zeer goed achterbeengebruik heeft. Veel looplust, veel go en ook een mooi voorbeengebruik en veel zwevenmoment daarin. Zou misschien iets meer houding mogen tonen, maar een heel correct paard, correct bewegend paard. En ook de kracht van achteruit dat we graag willen zien. En zo is het ook gekomen dat deze hengst is ingeschreven in het stamboek. Dan de moederlijn. De moeder van Johannes hebben we helaas niet kunnen bekijken, want die was al overleden. Maar de moeder van Jester, dat is een Volkert. Dat is ook een merrie met een mooie voorhand, die veel razenstraling heeft, correct gebouwd is, correct beenwerk eronder. Die ook activiteit in de stap heeft, mag iets meer ruimte daarin tonen. Maar ook een mooie draf, mooi opwaarts, mooi voorbeengebruik en goed achterbeengebruik.